Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wim Brouwer ons voor zal gaan. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. We zijn een moment stil voor het aangezicht van de Eeuwige. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Wees gegroet in zijn naam, die was, die is en die er zal zijn. Laat het licht van zijn vrede schijnen, hier en bij u thuis. Amen. Heer onze God, wij zoeken hier uw stille nabijheid, uw geest die ons met elkaar verbindt, uw woord dat ons kan inspireren, uw licht dat ons op weg kan helpen. Neem van ons weg wat ons angstig maakt en vergeef ons de dingen die niet goed waren om te denken, te zeggen of te doen. En versterk in ons hoop, geloof en liefde door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten wij bidden. Vanwege Hem die het licht van de wereld is, bidden wij om ontferming over hen voor wie alles donker lijkt, voor wie in nood en angst zijn, voor wie zich geen raad meer weten. Vanwege Hem die de hoop voor alle volken is, bidden wij om ontferming over hen die het slachtoffer zijn van de strijd tussen landen en volken. Bidden wij om ontferming over wie verdreven worden en opgejaagd. Vanwege Hem die zelfs zijn vijanden vergaf
bidden wij om ontferming over wie niet kunnen leven uit liefde, maar gedreven worden door haat. Over wie geen geduld hebben, geen nuances zoeken, maar hard en oordelend zijn, cynisch of verbitterd. Heer, ontferm u over uw wereld en vernieuw haar door uw genade. Ontferm u over ons en geef ons vrede. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Het licht voor de kinderen. En voor de kinderen laten we zo een lied horen van Matthijs Buwalda. Wacht maar af. Daar wil ik eerst het volgende bij zeggen. We lezen straks over wat er gebeurt na Pasen. In de Bijbel wordt verteld dat de leerlingen van Jezus bang zijn geworden door wat Jezus is aangedaan en door wat hij heeft moeten lijden. Als zij horen dat Jezus toch leeft, dat hij is opgestaan, zijn ze aan de ene kant wel blij, maar toch ook nog steeds bang. Ze zijn bang om de wereld in te gaan en om op te komen voor gerechtigheid en vrede. Ze zijn bang dat niemand daarna zal willen luisteren. En ze zijn bang dat ze zelf niet goed genoeg zijn om in de voetsporen van Jezus te gaan. Jezus heeft daarover van alles gezegd. En dat zou ik willen samenvatten in een paar woorden. Doe wat je kunt, maar wees niet te streng voor jezelf. Niet alles zal lukken en dat geeft niet. Doe wat je kunt doen en zorg ook voor voldoende rust en tijd om over dingen na te denken. Ook is het veel waard als je niet het grote zoekt, maar als je je aandacht richt op kleine dingen. Je hoeft niet de hele wereld op je schouders te nemen. Wees goed voor elkaar, wees goed voor de schepping en wees trouw in de kleinste dingen. We luisteren naar een liedje dat daarover gaat. Matthijs Buwalda maakt de tekst en zingt het. Wacht maar af.
wacht maar af, je bent nu hier en dat is goed. Het heeft geen zin om weer te luisteren naar de stemmen in je kop, die altijd zeggen dat het beter moet. Wacht maar af, je bent al opgejaagd genoeg. Ligt de lat weer veel te hoog, loop er dan lachend onderdoor. Wie heeft gezegd dat je erover moet? Maar als de zon straks weer komt, sta dan op en doe je werk. Gewoon het werk dat je hand vindt om te doen. En stop op tijd, sloof je niet uit. Er is gebak en lucht genoeg, maar word een trouw in het kleine kampioen. Wacht maar af, al baal je soms van wie je bent. Typisch aan genade dat ze steeds weer langer blijft, net als je denkt dat ze nu echt vertrekt. Maar als de zon straks weer komt, sta dan op en doe je werk. Gewoon het werk dat je hand vindt om te doen. En stop op tijd, sloof je niet uit. Er is gebak en lucht genoeg, maar word een trouw in het kleine kampioen. Liever gewoon levende mensen dan gracieus gestorven helden. Liever sterke schouders zijn dan sterke verhalen doorvertellen. Liever heilig in verborgenheid dan te koop met goede daden. Liever trouw aan wat nooit overgaat dan snelle roem zonder genade. En als de zon straks weer komt, stop op tijd, sloof je niet uit. En word een trouw in het kleine kampioen. Ja, als de zon straks weer komt, sta dan op en doe je werk. Gewoon het werk dat je hand vindt om te doen. En stop op tijd, sloof je niet uit. Er is gebak en lucht genoeg, maar word een trouw in het kleine kampioen. Word een trouw in het kleine kampioen. Laten wij bidden. Heer onze God, u bent ons nabijgekomen door Jezus Christus, die zijn weg gegaan is, gehoorgevend aan u, met liefde en geloof in de mensen die hij ontmoette, met ontferming en met gevoel voor de mensen om zich heen. Geef dat wij u steeds opnieuw verwachten en opnieuw kunnen ontmoeten, door ons te bezinnen op de weg die Jezus is gegaan, door ons te verdiepen in uw woord en door u te herkennen in elkaar. Daarom bidden wij u, net als de leerlingen van Jezus, om de bemoediging en inspiratie van uw geest, zodat wij u verstaan en uit uw liefde kunnen leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij hen over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en mijn vingers kan voelen, als ik met mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft, door zijn naam.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Bijbelverhalen zijn soms als edelstenen. Naarmate je ze van andere kanten bekijkt, zie je andere kleuren oplichten. En in een Bijbelverhaal kunnen ons bepaalde dingen opvallen onder invloed van wat wij op een bepaald moment in ons leven meemaken. In de laatste hoofdstukken van de evangeliën viel het me op dat de leerlingen van Jezus zich op en ook na de Paasdag vooral schuil houden. Pinksteren is nog ver weg. Ze gaan er nog niet op uit. Integendeel, ze zitten angstig bij elkaar achter gesloten deuren. We zouden nu zeggen, ze bevinden zich in quarantaine, in een lockdown. Ze zijn bang om opgepakt te worden, net als Jezus. Ze zijn bang voor het hier en nu. En misschien zijn ze ook bang voor de toekomst. Hoe moeten ze verder met hun leven? Ze zijn geraakt door de boodschap van Jezus. Een boodschap van liefde over alle menselijke begrenzingen heen. Maar kunnen en willen ze daarmee verder? Durven ze daarmee verder? We weten niet wat zij achter die gesloten deuren met elkaar besproken hebben. Misschien waren sommigen hun geloof in Jezus kwijtgeraakt. Keken ze terug op de 3 jaren met Jezus als verspilde jaren? Waren ze teleurgesteld in hun verwachtingen? Of waren ze zo onder de indruk geweest van Jezus dat ze toch iets wilden doen met alles wat hij hen geleerd en gegeven had? Maar hoe dan? Het opgesloten zijn van de leerlingen kan 2 kanten hebben. Aan de ene kant is er een angst die verlammend kan werken en waardoor ze niet verder durven te kijken dan naar de muren die hen omringen. Aan de andere kant kan het een tijd van inkeer voor hen zijn, een soort retraite. Om zonder afgeleid te worden door het tumult van de wereld na te denken over hoe zij straks verder willen gaan. Een begin van de voorbereiding op Pinksteren. Terwijl ze daar zo bij elkaar zitten, komt Maria van Magdala naar Petrus en Johannes en vertelt dat het graf van Jezus leeg is. Met zijn 3 gaan ze terug naar het graf, waarna Petrus en Johannes teruggaan naar de andere leerlingen. Maria blijft achter bij het graf. Op de paasmorgen hebben we kunnen zien dat ook Maria als het ware opgesloten is, namelijk in die graftuin. Zo is die tuin ook vaak afgebeeld, met name in de middeleeuwen, als een omheinde, afgesloten tuin. Aan de ene kant is zij opgesloten in haar verdriet. Zo opgesloten dat zij Jezus niet herkent. Aan de andere kant komt ze door haar inkeer, haar retraite, ook heel dicht bij Jezus. Dichter dan de leerlingen die zich ergens in een huis schuilhouden. En haar inkeer, een weg naar binnen, leidt uiteindelijk tot een weg naar buiten. Als ze naar de leerlingen gaat en roept, ik heb de Heer gezien. Johannes vertelt dit heel subtiel. De wending van binnen naar buiten bij Maria vinden we in het woord tuinman. Maria is zo ingekeerd dat zij Jezus niet herkent en denkt dat hij de tuinman is. Maar tegelijkertijd herkent zij hem wel. Want Jezus is inderdaad de tuinman, namelijk de nieuwe Adam, de nieuwe mens die de tuin van God zal verzorgen en onderhouden.
En als Jezus haar dan bij naam roept, herkent zij hem volledig. Maria is daarna teruggegaan naar de leerlingen en vertelt hen dat zij de Heer heeft gezien en dat hij met haar gesproken heeft. En dan is Jezus daar zelf, voor hun ogen. Zij zijn nog steeds in dat huis met alle deuren op slot, maar Jezus weet toch binnen te komen. Een middeleeuwse afbeelding laat het op een andere manier zien. Jezus lijkt de leerlingen uit hun huis te halen. Als bevrijde gevangenen komen ze naar buiten. Thomas voorop, die voelt aan de littekens van Jezus, de littekens van het lijden. En dan gelooft ook hij, het is Jezus. Thomas was er de eerste keer niet bij toen Jezus het huis binnenkwam. Toen hij in het huis terugkeerde, trof hij de leerlingen in een heel andere stemming aan. Wij hebben de Heer gezien, roepen ze tegen hem. Maar hij kan dat natuurlijk niet geloven. En hij zegt, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Waarom vraagt Thomas eigenlijk naar de littekens van Jezus? Zou hij Jezus na 3 jaar met hem te zijn opgetrokken ook niet zonder die littekens kunnen herkennen? Misschien ergerde Thomas zich aan de plotselinge vreugde bij de andere leerlingen. Door over Jezus littekens te beginnen, herinnert hij hen aan het verschrikkelijke wat er gebeurd is. En wat verschrikkelijk blijft, zelfs al zou Jezus weer leven. Misschien zegt het iets over wat zijn inkeer hem geleerd heeft. Dat als de volgelingen van Jezus weer de weg naar buiten vinden, zij ook niet moeten doen alsof er niets gebeurd is. Dat zij het lijden van Jezus niet mogen vergeten. Dat het straks niet alleen over de opstanding moet gaan. En dat is misschien ook de betekenis dat Jezus verschijnt met de littekens van zijn lijden. Want zo hadden we het misschien liever niet gezien en de leerlingen ook niet. Een stralend witte verschijning met een gouden kroon was toch mooier geweest. Maar de sporen van het kwaad en het lijden worden niet uitgewist als Jezus aan hen verschijnt. En dat betekent dat de weg naar buiten, de weg naar Pinksteren en verder, geen gemakkelijke weg zal zijn. Dat zij met het geloof van Jezus Christus op weg zullen gaan in een werkelijkheid die haaks staat op dat geloof. Dat het vaak heel moeilijk zal zijn om de werkelijkheid van Gods liefde te blijven zien in die zo zichtbare werkelijkheid van onrecht, kwaad en lijden. En dat het moeilijk zal zijn om dan toch aan dit geloof vast te houden. Jezus' woord, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven, krijgt dan een andere betekenis dan er in de kerk meestal aan gegeven wordt. Het gaat er niet om blindelings te geloven met ons verstand op nul. Daar is de wereld nog nooit beter van geworden. Het gaat erom vast te houden aan het geloof, ondanks wat de werkelijkheid ons toont. Om vervolgens door het geloof ook anders naar die werkelijkheid te kijken. En er ondanks alles toch ook steeds weer de liefde van God in terug te vinden. In alle tijden zijn mensen ertoe gedwongen geweest zich schuil te houden voor de werkelijkheid om zich heen. Voor vervolging, oorlogen en epidemieën. Maar het is bijzonder hoeveel kracht mensen dan blijken te hebben om toch in de kleinste ruimte hun leven niet op te geven.
Wij zijn in het hier en nu van onze werkelijkheid niet bang voor vervolging of oorlog, maar we zijn bang voor een virus, een epidemie. Maar ook voor ons geldt dat we beheerst kunnen worden door die angst en er niet meer van loskomen. Niet van de angst en niet van de stress die het tegenwoordige leven zo kenmerkt. En daar is niet zomaar aan te ontkomen, maar toch kunnen we ook zoeken naar positieve kanten in deze situatie. Kunnen we soms proberen om van de quarantaine een retraite te maken. We kunnen proberen te weigeren deze tijd te zien als verloren tijd, alleen maar afwachtend totdat het voorbij is. Het afwachten kunnen we ook veranderen in een vorm van inkeer, in een vorm van verwachten. En zo kunnen we ook in deze crisistijd blijven zoeken naar mogelijkheden om toch voluit te leven. Als we dan toch voor een deel opgesloten zitten in onze huizen, kunnen we daar dan niet ook iets van maken? Niet dat dat makkelijk is, gehinderd als we worden door de beperkingen en de stress. Maar toch proberen veel mensen het. Op en na de paasmorgen is er bij Maria van Magdala en bij de leerlingen angst en onzekerheid. Maar ook hoop en geloof op de momenten dat zij Jezus herkennen. Maar ze kunnen Jezus niet vasthouden. Ze zullen zonder hem verder moeten gaan. Kunnen ze de hoop en het geloof wel vasthouden? Of in elk geval terugvinden? Met het evangelie van de hoop in de helende en liefhebbende macht van God, die zo zichtbaar en tastbaar was geworden in het leven van Jezus, zullen ze teruggaan naar dezelfde wereld die Jezus heeft gekruisigd. En daar is moed voor nodig. En in die wereld is het niet gemakkelijk om te geloven op grond van wat je ziet. Zij zullen oog moeten houden voor die andere werkelijkheid, die vaak diep verborgen is, in de wereld, maar ook in henzelf, om te blijven geloven. En voor ons geldt hetzelfde. Ook wij hier en nu maken deel uit van die wereld. Ook wij staan in een werkelijkheid vol kwaad, onrecht en lijden. En ook van onszelf kunnen we niet zeker zijn. Ook wij kunnen Jezus verloochenen, verraden en zelfs kruisigen. En ook wij kunnen bang zijn en onzeker. Maar in diezelfde wereld kunnen we ook open blijven staan voor het evangelie van Gods genade, van Gods licht en liefde. Door luisteren, door momenten van inkeer en door elkaar in dat licht te blijven zien en die liefde in elkaar te blijven herkennen. Ik hoop dat er in deze moeilijke tijd, die zeker nog niet voorbij is en waarna misschien weer andere moeilijke tijden komen, voor u en voor mij hoop en geloof aanwezig zullen blijven. En dat we bij alle beperkingen, bij alle zorgen en bij alle verdriet de warmte van Gods licht zullen blijven voelen en de liefde van Christus niet zullen verliezen, maar altijd weer opnieuw zullen herkennen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Laten wij bidden en onze gebeden straks samen afsluiten. Wij hier en u thuis met het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u voor de vreugde van Pasen. Een vreugde die we horen in de ervaringen van de leerlingen van Jezus, van Maria, van Thomas, van Petrus en Johannes en al die anderen. We danken u dat die ervaringen door de eeuwen heen zijn doorgegeven. En wij bidden u om diezelfde vreugde in ons hart. Wij bidden u om de herkenning van uw liefde, om de aanraking van uw licht. Wees ons allen nabij in deze tijd van afstand houden en opgesloten zijn. En geef ons de rust en het vertrouwen dat wij nodig hebben. Geef dat wij het kunnen opbrengen om de mogelijkheden te benutten die er ook zijn. En help ons om vreugde te vinden in de kleinste dingen. Wij bidden u voor uw wereld, waarin zoveel mensen lijden als gevolg van de corona-epidemie, naast het vele lijden dat er ook is, door armoede, geweld en oorlog. Wij bidden u dat mensen blijven opkomen voor gerechtigheid en blijven getuigen van uw liefde. Wij bidden voor onze eigen kleine wereld, voor onze gemeente, voor de mensen met wie wij verbonden zijn, voor alle die wij dagelijks ontmoeten. Wees bij hen die ziek zijn. Wees bij hen die verdriet hebben. Wees bij hen die leven in spanning en ongerustheid. Wijs ons wegen door uw woord en draag ons door uw geest. Geef dat we wegen vinden waarop uw licht schijnt en waarop we vreugde vinden in elkaar, in uw schepping, in uw liefde, in uw licht, het licht van Pasen. Heer, hoor onze gebeden en hoor ons ook als we in stilte bidden voor wie in onze gedachten zijn. Bidden wij dan met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De bloemen van deze week gaan vanuit Zandpoort naar mevrouw Bakker, wonende op het Maanbastion in Velserbroek. En de bloemen van Velserbroek gaan naar onderstaand adres. Volgende week gaat dominee Joep van den Berg voor vanuit het kruispunt.
Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.